Goedemorgen. Morgen. Ik heb niet de hele nacht gezeten hier zo. Oh jongens. Ben je er klaar voor? Yes! Beetje déjà vu. Uh-huh. Dat is dadelijk leren als ik naar Afrika dan. Ja. Ik ga naar de workshop. My boys. Nou, was je al lang begonnen? Ja, daar was ik al een kwartier aan de gang, man. Dat is wel niet. Ja, oké. Hier zitten we lekker aan de pop. En even Gorgie aan het kijken. Die zal 100 keer gezien hebben, maar die blijft dus favoriet. In ieder geval bij Lea. Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is woensdagochtend. De kinderen gaan zo even naar opa en oma. Ik ga naar de verloskundige. Dan heb ik alle verloskundigen leren kennen van de praktijk. Die mij eventueel begeleiden op het moment dat ik toch thuis mag bevallen. Dat hoor ik pas over een week. We zijn weer thuis. Ik was bij de verloskundige. What's new? I don't know. We hebben een klein beetje het geboorteplan besproken voor het geval dat ik thuis zou bevallen. Waar het eigenlijk denk ik op neerkomt is dat ik niet te veel wil plannen. Omdat je toch niet heel goed weet hoe het verloopt en dat het gewoon ook denk ik goed is om er spontaan in te gaan. Ik heb wel gewoon wat dingen aangegeven dat ik geen pijnstilling wil. Dat ik overweeg om wel of niet een badje aan te schaffen. Dat ik opensta om verschillende houdingen te proberen, dat ze daar ook dan advies op mogen geven op dat moment. Maar dat ik bij de vorige bevalling veel op de zij heb gelegen. Mijn schoonzusje had het over een tent die kon helpen bij het opvangen van de ergste pijn. Dat je zelf als het ware een stroomschokje geeft. Dus daar ben ik ook nog even aan het kijken of ik dat zou willen. Ik merk gewoon dat ik niet echt heel erg ingevuld ben qua mening. Dat ik gewoon opensta en dat ik gewoon weet dat het goed is om het op je af te laten komen. En het allerbelangrijkste is dat ik in de rust ben. Dat ik een goede ademhaling heb en ja, de rest komt vanzelf wel. Even nog naar Uki gekeken, hij is een klein beetje naar beneden aan het gaan, maar nog niet dat hij vast zit. En goed bewegelijk, vruchtwater, hartje, alles prima. Dus nu heb ik volgende week nog een groeiecho en dan gaan we op grond daarvan weer even verder kijken, thuis of in het ziekenhuis. Maar zoals ik al zei, maakt me dat eigenlijk niet zo heel veel meer uit. Op Nick's verjaardag, toen ik 's ochtends de Facebook herinnering zag van 7 jaar geleden dat hij geboren was. Toen ik het eerste fotootje dat we van hem hadden zag. Ja, toen dacht ik van, wat maakt het ook uit waar het kind ter wereld komt. Als het maar gezond is en ja, goed gaat. Nu is bij mij gewoon meer de focus op proberen ja, goed op mijn eten te letten. Niet te veel suiker, zodat ik ook ja, mijn best doe om ervoor te zorgen, voor zover als ik dat kan, dat het kind niet groter is dan nodig. En daarin ook vertrouwen eigenlijk op God, dat hij precies zo zal zijn als hij moet zijn op dat moment. We gaan omhoog. Heel goed zoeken. Nick is het bezoekboek aan het voorlezen. Oké, ik zeg wel mijn hand. Koud, lunchtijd. Mama pakt het soepje van gisteren en de kids pannenkoeken van gisteren. Daar staat de bus van de Plus. Die hebben net boodschappen geleverd. Ik zal zo even een shoplog doen. Eerst even de diepvriesproducten. Dit was een aanbieding. Dat leek me zo lekker. Een frikandelburger, echt fout. Maar die kan dus ook in de oven. En erwtjes. Nou, we hebben biotomaatjes. Die heeft Lea net al opgeruimd. Dan hebben we kipgrillworst. Belegen kaas. Dit zijn allemaal spulletjes die in de koelkast mogen staan. Rundervinken. Daarboven of beneden? In de koelkast, dat is daarboven. Peren, conferentieperen. Dat doen we hier in de la. Appels. Barbecue kipburgers. Barbecue. Ook in de koelkast. Sperren. Piri piri. Ja. Kiwi green. Die mag in de la. Leer deze ook in de la. Snoeptomaatjes. Was er die ook nog? Ja. Snoepkomkommertjes. Champignons. Paprika's. Rode bieten. Daar kan ik lekker smoothies van maken. Banaantjes, één keer bio, één keer niet bio. Fruitmand. Nee, die mag.
Daar op de bovenste plank. De champignonnen moeten in deze? Nee, ook in de fruitmand. Dit moet wel in de koelkast. En dit ook. Broccoli. Avocado moet wel in de fruitmand. Die doe ik ook. Bananen. Komkommertje moet ook in de fruitmand. Mais, dat moet in de koelkast. Worteltjes voor in de koelkast. Ook voor de barbecue. Kip saté spies. Margarine. Bolletjes vlaai voor de kinderen. Of vla. Yoghurt, de bio was op. Hebben ze gewone gedaan. In dat moet die in dat? In de koelkast, ja. En biologische halfvolle melk. Voor papa. Raadlon 0.0, stiekem misschien ook voor mama, maar ik denk dat het ook zo gaat zitten. Maak een bolletje. Speldbolletjes, die gaan denk ik de diepvries in. Suikerperijen drop, gums, kanjers, stroopwafels met weinig suiker, mais, koffiepads voor papa, biologisch broodbeleg, aardbeien en bietjes, die hadden het minst suiker als het ging om de gems. Gewone stroopwafels, die mag ook bij Nicky in de snoepkast. Biologische pindakaas. Zo Natura heeft bouillon met weinig zout. Gemiddeld genomen weinig zout. Nee, dat zijn kikkererwten. Bakpapier was bijna op. Aluminiumfolie was bijna op. Sinaasappelsap. Biologische rijstdrink. Twee keer van Alpro voor de pap. Of de smoothies. En last but not least. Speldbrood. Eén keer deze. En een keer een lichte vorm speldbrood. Dat was hem. Ik ga even iced tea maken. Van Dylan Camille, appel of vlierbloesem. Die moet je met warm water maken. Dan kun je hem wat zoet maken met bijvoorbeeld honing en dan af laten koelen. Ik weet nog niet zo goed of ik die honing erbij moet doen. Misschien probeer ik het eerst even zonder. Dan moeten we even wachten. Ik denk dat dit wel oké is, want ik wil natuurlijk ook niet dat het bitter wordt. Ik heb een klein beetje honing erin gedaan. Dan moeten we hem laten afkoelen. Wat heb jij gedaan? We komen Jacob. Wat ben je voor een beest of een figuur? Wat dat? Meneer. Oké. Eigenlijk moesten ze zo Jacob dieren. Blijf niet staan zeker. We Jacob dieren. Voordat de plusbus kwam had ik dorst en ik dacht, ah ja, voor 2 uur heb je je spaarrood. Want spaarrood is mijn favoriet, net als bij veel andere zwangere vrouwen heb ik gewezen. En het enige wat niet meegeleverd was, was spaarrood. Er waren 2 andere dingen die ze ook niet hadden, maar die hebben ze vervangen door een alternatief. En spaarrood van Sourcy hebben ze niet vervangen door een ander merk. Niet op de hand. En ik moet ook even vertellen hoeveel ze zijn. Maar goed, zo krijgt die Icy dus een kans. De kinderen, wat zijn jullie eigenlijk aan het doen? Iets met... Vast. Mijn wasknijpers. Dan gaan we wasknijpers. Zijn jullie aan het verstoppen? Hier, er werd mee geschoten en aan het lichaam gehangen. Nu gaat ze verstopt worden. Nou ja, whatever. Tegen beter weten in ga ik even hier plaatsnemen, gestrekt. In de hoop dat ik mijn ogen even dicht mag doen. Nicky, Lea, mama gaat even liggen, oké? Okay? Ja. Wat gaan jullie doen? Verstoppen. En kan dat ook even zachtjes zonder geluid? Ja. Dankjewel. Ik ga even een fruitje maken. En deze iced tea. Die zet ik even in de koelkast. Ik heb net hier even gelegen. Kwartiertje. Niet echt geslapen. De kids waren lekker omheen aan het spelen. Maar toch even gerust. En toen heb ik een vlogje gezien over... tips voor de bevalling met houding en ademhaling en ontspanning en zo. Ik had voorheen Maarten even aan de lijn en toen zei ik hoe ik me voelde. En als jullie al eerder gehoord hebben, ben ik iemand dat ik graag 1 ding wil afmaken en daarna het volgende wil doen. Maar doordat het een en ander niet afkwam, vond ik het dan ook lastig om te beginnen met het volgende. Bijvoorbeeld met de doellijstje moest eerst af. Voordat ik de vluchtkoffer kon inpakken of zo. De vluchtkoffer is inmiddels ingepakt. De lijstjes zijn zo goed als afgewerkt. En nu heb ik dan de kinderen om me heen. En Maarten is werken deze week en volgende week. Waardoor je ook niet helemaal de rust kan pakken. Om bijvoorbeeld te gaan zitten
om een bevallingsplan of zo te schrijven of wat dan ook, of erover na te denken. Maar ja, ik kom gewoon tot de conclusie dat het gewoon anders is dan bij een eerste of tweede. Dan heb je ook de tijd om echt even rustig te gaan zitten en ja, tijd voor jezelf te nemen of te zeggen, ik ga even naar boven of wat dan ook. En nu is het gewoon lastiger, vooral als ze vakantie hebben natuurlijk. Het is misschien ook gewoon goed voor mij dat ik mijn mindset verander. En dat ik kan beseffen dat ik niet altijd een uur hoef uit te trekken of me hoef af te zonderen of stilte hoef te hebben om dat soort dingen voor elkaar te krijgen. Natuurlijk is dat lekker en ook indien mogelijk doe ik dat ook. Maar ja, ik denk dat het gewoon een beetje wennen is aan de nieuwe situatie. Want ook dadelijk als Ukkie er is, dan heb ik ook twee kleintjes die erbij lopen. En ja, ik ben gewoon een type, ik ben snel afgeleid of gevoelig voor prikkels. Dus dan is het natuurlijk fijn als je kan afzonderen. Maar dat kan gewoon in deze situatie ook niet altijd. En zeker niet zoals nu als Maarten is werken. In plaats van dan de hele dag geïrriteerd te zijn om het feit dat ik die rust niet kan pakken, kan ik ook gewoon kijken van wat kan wel, zeg maar. Dat ben ik vandaag een beetje tot die conclusie gekomen. Hetzelfde als dat ik vandaag dan bij de verloskundige was en zij vroeg van ja, heb je al nagedacht over je geboorteplan? En eigenlijk denk ik, ja, ik wacht daarmee tot ik weet of ik thuis of in het ziekenhuis beval. Maar ik zei tegen haar, ik heb eigenlijk nog niks kunnen voorbereiden. Op de een of andere manier ben ik er nog niet aan toe. Ik zeg, ja, we kunnen het ook volgende week doen. Ik zeg, maar kunnen we anders gewoon eens doorlopen, dat jij mij gewoon wat vragen stelt. Ik denk dat ik dingen, heel veel dingen al weet, want ik heb laatst een A4'tje wel doorgenomen, zonder dat ik dan mijn plan heb opgeschreven. Dat is echt helemaal prima. Dus toen hebben we dat gedaan en heeft ze wat vragen gesteld, zoals ja, thuis of het ziekenhuis, dat was dan wel duidelijk natuurlijk. Wat ik van houdingen vind, en ja, een conclusie kan dan niet zijn dat je niet per se zegt, ik wil die of die houding, maar van dat je open staat om verschillende houdingen te proberen, naast dat je het de vorige keer fijn hebt ervaren om gewoon te liggen, bla bla bla. Dus op een bijna tussen neus en lippen door manier erachter te komen van ja, eigenlijk weet ik al wat ik wil en wat ik niet wil. En hoef ik daar niet per se een uur voor uit te trekken om dat zoals voorheen uit te schrijven of uit te typen met nog wat plaatjes erbij en ik vond. En op dezelfde manier ben ik net gewoon een filmpje begonnen over ontspanningsoefening. Kan ik er ook gewoon op vertrouwen dat ik op die manier ook gewoon dingen opsla, zeg maar. Ook al roept een kind en moet ik dan even stoppen. Ja, dat ik dan erop kan vertrouwen dat ik toch in die paar minuutjes dat ik dan iets tot me neem, ja, ook waardevolle informatie tot me heb genomen die waar ik dan waarschijnlijk later op terug kan vallen. Dus ja, dat is een beetje een nieuwe mindset voor me. Misschien is het wel handig om dat gewoon ja, voor de komende tijd te handhaven. In ieder geval voor de tijd dat Maarten nog bezig is in die tuin. In plaats van telkens te denken, oh, ik kan niet doen wat ik wil, ik kan me niet voorbereiden. Ik heb het altijd een beetje gehad, ook bijvoorbeeld met stille tijd of zo. Dat als ik niet dingen heb opgeschreven of dingen heel bewust de tijd voor nog heb, dat ik dan het idee heb dat het niet beklijft of niet voldoende is of wat dan ook. Maar dat is eigenlijk natuurlijk onzin. Dus misschien wel weer een mooie ontdekking. Ja. Nou, dit is ons fruitbordje eventjes. En Lea, wat ga jij doen, schat? Oké. Wij gaan even rummikuppen en fruitjes eten. Bij gebrek aan spaarrood heb ik een tikkeltje van Civitan zonder suiker hierin gedaan. Wat is er, meisje? Hey, die gaat inderdaad moeilijk. Alsjeblieft. Maar ik weet niet meer precies hoe dit gaat. Oh, is die daar? Ik help je wel, schat. Heb je al een setje van 3? Nee. Mm-mm. Nick begint het spel aardig te leren. We hebben het even onderbroken, want papa is al vertrokken. Dus ik moet zo koken. Die zal wat honger hebben. Maar Lea wilde ook even een rondje lopen. Dat is ook goed voor mij, voor mijn conditie. Dus
onderbreek het spel, gaan even lopen, dan ga ik koken. Maar kijk, dat ik het dadelijk even afmaak met Nick. Ik leg die deur niet dicht, jongens. Nou, Lea's babypop moest mee. Die moet ik tillen. Waarom zet je de pop niet voorin bij jou, Lea? Daar is het voor. Wat een wiebel. Dat maakt toch niet uit? Vindt de baby leuk? Ach, 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 ach. Als je rond 5 uur gaat wandelen, dan ruik je allemaal lekkere gerechten. En vooral zo draadjesvlees en echt zo opa's en oma's gerechten. Oh, heerlijk. Ga ik dadelijk weer met mijn pasta met champignon roomsaus komen. Ja, vind ik ook lekker. En dan wachten ze weer netjes op moeders. Dank jullie wel voor het wachten, schatjes. Kunnen oversteken. Ik heb de stiekem hoop dat het genoeg is voor 2 dagen. Want morgen ga ik met de kindjes naar de bioscoop. Trots is het uiteindelijk geworden. Nick wilde heel graag Scooby-Doo kijken. Lea wilde The Big Trip kijken. Dat vond Nick te saai. Scooby-Doo vond Lea niet leuk en lijkt me ook een beetje te eng. Dus nu wordt het Trots als middenweg, zeg maar. Eet smakelijk. Ik voel hier een nieuwe avondroutine opkomen. Nicky, kom hier jongen, ik ga je halen. De keuken is schoon, hè? Dat is echt waar. Ik check alvast even out. Ik zei, ik ga boven alvast beginnen met editen. En Maarten brengt de kindjes daar naar bed. Dat was voorheen ook wel vaker dat... Als Maarten de hele dag gewerkt heeft en ik de hele dag met de kids was. Dat hij dan zei van, weet je, ik breng ze wel naar bed. Dus ik ga deze vlog nu editen. Douchen. En ik hoop dat we dan nog fit genoeg zijn om even te kletsen. Of een vlogje te kijken of een filmpje of wat dan ook. Als jullie nog tips hebben voor een leuke film of serie, let me know. Leuk dat je keek naar deze vlog en wellicht... Tot de volgende vlog. Doei!